Het ging daarom een schietpartij van iemand die vader en zoon had neergeschoten. Dan moet je weten dat zoiets lang blijft nadenderen. En dat de tijd ook zijn werk moet doen. Dus wat mij betreft blijven we de komende tijd doorgaan in Bloemhof. Met het uitstralen van warme betrokkenheid van het stadsbestuur bij het deel van de stad. Ook om het vertrouwen van de mensen ook te blijven krijgen. En aan de andere kant waar nodig met een stevige bezem te blijven vegen.